Welkom bij Mo Actueel. Zometeen, Nederland kent nu een gastarbeidersmonument. Wat is de betekenis hiervan? Nu eerst. Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Wereldwijd worstelen landen om een balans te vinden tussen mensenrechten en landveiligheid. Dat geldt ook voor Nederland. Volgens onder andere Amnesty International komt de worsteling hier tot uiting in de problematiek van etnische profilering door de politie. We waren aan het wandelen in een wat chiquere wijk. Het was niet met opzet dat we daar liepen. Daarnaast heb je een soort van een dijk met veel groen en noem het maar op. Daar wilden we aanvankelijk heen. Je ziet dat ik voor een Marokkaan zijnde iets lichter ben dan het gemiddelde, zeg maar. En op een gegeven moment liep ik op een hele onbewuste avond liep ik gewoon buiten. Ik had mijn oordopjes in. Ik had verder niks in de gaten. Maar het bleek dus dat ik 5 minuten lang in de gaten werd gehouden omdat ik hele donkere kleding aan had en een capuchon op. Alleen we kwamen per ongeluk in de wijk terecht. En dat werd door een wijkbewoner opgemerkt. Die heeft de politie gebeld. En die kwamen met man en macht achter ons aan. En voor ik het wist, stond ik met mijn buik tegen een politiebus aan. Er zat iemand met de knie in mijn rug. Ik dacht dat ik overvallen werd. Ik weet niet wat er gebeurde. En er werd om een idee gevraagd. Nou, vragen is een understatement, want er werd echt in mijn oor geschreeuwd. Ik haalde mijn idee eruit. Ik doe mijn pet af, zodat de agent kon zien dat het mijn gezicht was die op mijn ID-kaart stond. En toen zei de agent heel gekscherend, maar die zal vast wel een ander kleurtje gehad hebben. En ik mocht doorlopen. Alex Brenninkmeijer trok uit hoofden van zijn functie als nationale ombudsman 3 jaar geleden al aan de bel. Ik heb ook aangegeven dat er sprake is van groeiende intolerantie. Dat zeg maar, er een polarisatie optreedt in onze samenleving. Waarbij het idee is dat het goed is als je flink tegen elkaar oploopt. Maar al met al is het zo dat wij in onze samenleving intolerant worden in heel veel opzichten. En dat je een samenleving niet kunt bouwen op die intolerantie. Afgezien van dat rapport van die commissie, die ECRI-commissie van de Raad van Europa, was er ook nog een rapport van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking. En daar bleek dat in een onderzoek mensen in Nederland zich gediscrimineerd voelen. Mensen die op enige manier afwijken voelen zich gediscrimineerd. Maar wij komen in Europa na Griekenland en na Oostenrijk op de 3e plaats. Nou, dat is heel opmerkelijk, heel jammer. Want ik heb het aan de orde gesteld omdat ik heel veel internationale contacten heb. En in internationale contacten merk je dat men met verwondering kijkt naar wat er in Nederland gebeurt. Maar ook vooral zeg maar, de sfeer in Nederland waarin men niet eens zich bewust is van het feit, zoals we omgaan met mensen met een andere huidskleur of met een bepaalde achtergrond. Daar zijn we ons niet eens van bewust. In Amsterdam was er onlangs een debat over etnisch profileren. Blogger Noordin Steenvoorden, zelf slachtoffer, sprak hierover. Je weet dat er in dit land in de laatste 10 jaar op het gebied van islam en maatschappij, dat er zaken zijn voorgevallen. Dus mensen staan op scherp wat islam betreft. En het is ook helemaal niet erg. Als je op scherp staat, dan ga je beter opletten. En dat is beter voor iedereens veiligheid. Het probleem is alleen wanneer je gaat kijken naar uiterlijkheden en niet naar gedrag. Ik vind het prima als jij mensen die zich verdacht gedragen, die verdacht gedrag vertonen, als je zegt van ja, dat is raar, dat gaan we eens nader onderzoeken. Maar iemand die er alleen op een andere manier uitziet, dan bega je gewoon een fout. Want dan stop je mensen in een hokje waar ze niet thuis horen. En op het moment dat je mensen in een hokje stopt waar ze niet thuis horen, dan krijg je ook weer een reactie in de maatschappij. Dan krijg je ook jongeren die daar heel erg boos van worden, die misschien juist die andere kant op gaan. Volgens Noordin is etnisch profileren een vorm van discriminatie. De politiek zou hieraan iets moeten doen. Bij etnisch profileren richt men zich niet op het individu, maar op de groep. Toen ik op 4 mei naar de herdenking ging op de Dam, dat ik tussen een aantal politiebusjes moest doorlopen, omdat er een aanslag was geweest op Beatrix een tijd daarvoor. En ik was die dag iets te islamitisch gekleed, geloof ik. Dus ik werd meteen klemgezet, nog op 200 meter van de Dam, klemgezet door 6 mensen. Hemd van het lijf gevraagd, ID-kaart overhandigd. Nou, nog steeds geen enkel probleem. Er is een aanslag geweest. Ik begrijp dat er verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn. Maar waar het interessant werd, was op het moment dat de alles is in orde werd gegeven aan de beste mevrouw, de agent. En toen wilde ik weglopen en toen zei ze, nee, ik wil nog wat vragen stellen. En toen ging het, wat doe je hier eigenlijk? En waar kom je eigenlijk vandaan? En die vragen achter elkaar, terwijl die herdenking op het punt van beginnen staat. Dat was wel heel heftig. Dat vond ik een zeer teleurstellend moment.
Jan-Willem van der Pol probeert met Stichting Waardering Erkenning Politie zich in te zetten voor de realisatie van een commitment tussen de politie en de allochtone jongeren in de samenleving. Ik vind het ook buitengewoon jammer als de indruk ontstaat dat heel veel politiemensen zich schuldig maken aan ethnic profiling. Ik denk dat het toch een aanzienlijke minderheid is die zich daaraan schuldig maakt. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben nu verontwaardigd en boos, maar ik was toen vooral verdrietig. Ik heb ook... een van de voordelen van blank zijn is dat je niet zo vaak met dit soort gedrag te maken krijgt. Dat je niet wordt aangesproken op uiterlijkheden en dat soort zaken. Dat is zuur, maar dat zit in deze maatschappij verankerd. Je bent als het ware niet verdacht bij uitstek. En op het moment dat je daar wel mee geconfronteerd wordt, dan schrik je. En dan stelt het je ook teleur. En er zit nog een context omheen, want het is me vaker gebeurd sinds mijn baard wat langer is. Dan word je gewoon heel verdrietig daarvan. Want dan merk je opeens dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je op een rechtvaardige manier wordt behandeld. Ik vind dat problematisch. Vooral ook omdat Nederland een historie heeft van tolerantie. En vanuit het buitenland nu steeds vaker de vraag komt: zijn jullie nou eigenlijk wel tolerant? Wat mij opvalt, is dat dit onderwerp in de politiek taboe is. Ik merkte het toen ik het zelf aan de orde stelde in een tv-programma. Dan krijg je eigenlijk reacties van u overdrijft, u mag het woord racisme helemaal niet gebruiken, want dat is schandalig dat je dat gebruikt. En vervolgens is er eigenlijk ook geen probleem. Mo Actueel heeft CDA, VVD en D66 benaderd en naar hun mening gevraagd over de problematiek. Het CDA heeft niet gereageerd. VVD en D66 hebben aangegeven dat dit een onderwerp is waar zij niet op ingaan. Alleen de SP wilde ons spreken. Ik voer wekelijks 2 of 3 debatten, al 6 jaar lang, ook met de PVV, over hun uitspraken. Bijvoorbeeld dat ze zeggen, alle islamitische scholen moeten dicht. Er zijn mensen die zeggen, je moet elke dag discriminatie en racisme aan de orde stellen. Dat snap ik heel goed. Aan de andere kant, dat doen we ook. Ik ben het er niet mee eens als je zegt dat Nederland een racistisch land is. Wordt er gediscrimineerd op straat? Ja. Wordt er gediscrimineerd hier in de Tweede Kamer? Ja, zeker. Maar je moet ook de vraag stellen, wat kan je allemaal regelen in wetten? Wil je alles vastleggen? Mag je dit niet meer zeggen? Mag je dat niet meer zeggen? Dan krijg je een soort politiestaat. Volgens mij willen we dat ook niet. Bij de politie zie je het grote risico dat omdat ze veel te maken hebben met zeg maar bepaalde bevolkingsgroepen, hè, want zo mag je dat dan wel noemen, dat ze een soort eenzijdige focus krijgen op bepaalde bevolkingsgroepen, alsof niemand van die bevolkingsgroep zou deugen. Henk van Essen van de Korpsleiding Nationale Politie erkent dat er etnisch wordt geprofileerd. Maar hij is van mening dat het om incidenten gaat. Politieagenten op straat kijken elke dag weer, klopt het, wat wijkt af, moeten we alert worden? En dat doe je op grond van allerlei factoren. Op grond van het tijdstip waar je bent, de plaats, dat doe je op grond van de veiligheidsontwikkeling. En dat doe je ook op grond van daderprofiel. En wat voorkomen moet worden, en dat gebeurt wel eens incidenteel, is dat eigenlijk daderprofielen overgaan onbewust in een soort stereotype. Ja, en dat moet je niet willen als politie. Je moet altijd je optreden kunnen beargumenteren. Nou, voor de politie is het in ieder geval belangrijk om van dag tot dag zich er bewust van te zijn. Van zijn we wel zuiver in onze optreden? We besteden veel aandacht aan het onderwerp. Wij weten dat het incidenteel gebeurt en we willen er ook dat tegen gaan. Dat doen we via opleiden, dat doen we via collegiale feedback. Hè. Je gaat bij de politie omdat je onrecht wil bestrijden. En je staat voor rechtvaardigheid. Dus als het gebeurt, dan verwacht ik ook dat collega's elkaar aanspreken. En neemt u van me aan, dat gebeurt ook. Bij etnisch profileren worden de gevoelens van de aangehouden mensen in de wind geslagen. Amnesty International heeft een film hierover gemaakt. Op ons verzoek bekeek Henk van Essen de film. Ja, ik word vaak door de politie staande gehouden. Het voelt niet goed dat ze mij eruit pakken omdat ik Marokkaan ben. Tegen de muur, fouillering, legitimatie. Ik ging joggen. Stopte er een politiebusje voor mij en die vroeg om mijn ID-kaart. Ik zei tegen hem van waarom moet ik mijn ID-kaart laten zien? En dan zei hij van ja, je staat op een opvallend tijdstip op een opvallende plaats. Het slaat nergens op.
ben gewoon aan het joggen. In mijn perceptie word ik disproportioneel vaak aangehouden of staande gehouden. En dit gebeurt niet bij mijn Hollandse vrienden. Ik vroeg om een legitimatie. Ik zei, wat is de aanleiding? U heeft geen aanleiding om een legitimatie te vragen. Ik heb helemaal niks misdaan. Toen had hij me in de houtgreep genomen. En toen uiteindelijk werd er bij mij handboei omgelegd. Aan de manier hoe de handboei bij mij werd om mijn arm werd gedaan. Het was een beetje hardhandig. Het zijn vooral jongens die ik gezien heb in een filmpje trouwens. Maar dat je uitlegt waarom je wat doet. Hè? Dus veel transparanter wordt om een gedeelte van die gevoelens weg te nemen. En aan de andere kant, het maakt indringend duidelijk, hè, maar ook het statement wat wij hebben, dat het niet effectief is. Je verwijdert, hè, je maakt de afstand tussen politie en een aantal burgers, bewoners van dit land. Je wilde voor iedereen zijn, maak je groter. En dat is net wat wij niet willen. Wij werken op basis van vertrouwen wat de burger in ons heeft. Als je proactief wil werken, kennen, gekend worden, wijkgebonden, dan heb je een goede relatie met die wijkbewoners nodig. Volgens rapporten staat Nederland dus momenteel na Griekenland en Oostenrijk op de derde plek wanneer het om racisme gaat. De Nationale Ombudsman vindt dit zeer betreurenswaardig. Wat ik zelf internationaal merk is dat het steeds moeilijker uit te leggen valt waar Nederland voor staat. He, Nederland heeft een geschiedenis van het staan voor waarden, voor mensenrechten. En als ik nu in het buitenland kom en over mensenrechten praat, ja, dan voel ik toch wel een beetje dat ze denken van jij uit Nederland, mensenrechten, he, en hoe stellen jullie jezelf intern op? Dus het aanzien van Nederland, dat brokkelt in het buitenland sterk af. Ik beschouw het rapport van Amnesty ook als een gratis advies en ook het werk wat de Doetank verricht. Daar kan je aan de hand van casuïstiek op de opleiding of zelfs voor gevorderde politiemensen aandacht voor vragen. En ik denk dat dat een hele goede zaak zou zijn als politieorganisatie daar je voordeel mee te doen. Dat kan helemaal geen kwaad en dat zorgt ervoor dat de politie, die naar mijn idee toch al heel goed functioneert in Nederland, nog beter gaat functioneren en ook nog beter bij met name jongeren, bij allochtone jongeren, in een goed plaatje komt. Politiek maakt in principe, die mensen die moeten ons op morele wijze leiden, moreel leiderschap, en ze moeten wetten maken. Het zijn twee zaken die ik in de politiek soms zie ontbreken. Als je het over beleid maken hebt, moeten mensen zich bewust zijn van waar zitten de problemen. Het gaat er niet om dat je 20 Marokkanen op de hoek hebt en dat je die wilt oppakken. Het gaat erom dat er iemand rondloopt die verkeerd gedrag vertoont. Crimineel gedrag of wat dan ook. Die moet je aanpakken. Niet 19 gasten die eruit zien zoals hij. Dat slaat helemaal nergens op. En dat weten we ook. Alleen, het komt er niet helemaal lekker uit, geloof ik.